Nine! Nine! Oh, for fuck's sake! Greetings guys, this is Tokrev, and today I am showing you guys some footage that I recorded while we were playing Winter Showdown in its final moments. I am playing with a lot of my friends. The content is in Dutch, but I'm sure you guys don't mind, and I have got a lot of Dutch subscribers as well. So guys, hopefully you will enjoy, and I will see you in the next video. I think that it best is. I think that this is a hele goede setup kan zijn. De vorige game hadden we gewoon echt goed. Laten we gewoon samen blijven, Cas, als maar moeten. Ja. Dat gaat fucking goed werken. Oké, dus kunnen we ook best winnen. Ja. Ze hebben 0k mensen, dus. Wow, 390 efficiëntie. En toch heeft hij meer win procent dan mij. Dus gewoon, dat ligt totaal. Jongen, je moet je niet echt gaan richten op winkans. Tenzij je echt goed gaat spelen. Als jij goed gaat spelen, dan kun je je gaan richten om hoe je games gaat winnen. Moet je niet zo zorgen om maken, jongen. World of Tanks is voor de lols. Ja, jij bent wel de meeste op stats let, dus Echt niet. Jongen, ik let echt niet meer op stats nu. Van ons allemaal let jij er wel de meeste op. Echt niet. Echt, denk je? Nee, Lino let volgens mij helemaal niet op stats. Ook. Ik let niet meer op stats nu. Oké, we snel doorrijden, sorry. Hun voordeel is. Oh gast, deze allemaal golen! Ze gaan naar de andere kant volgens mij. Goed, ja. Door. Goed op, bestje. Fuck man, ik kan echt niet rijden. We hebben echt veel polar bears. Ik heb een polar bears hebben. Zij komen naar de cap, ze komen naar de cap, ze komen naar de cap. Oké, dan doen wij hetzelfde. Lol, maar moet verdronken. Wacht, dan moet je niet opschrijven. Nee, dat is jammer, dan kunnen wij niet meer duidelijk maken. Echt niet. Terrain. Oh, good. Moet ik die polar bear daar helemaal voor? Hoe de fuck kan die polar bear mij raken? Ik sta om het hoekje. Kan die dude mij serieus ook nog steeds raken? Penetration. Oké, okay, eentje dood. Nice, Cas. Ik kan niet dood. I need healing, I need healing. Ja Thomas, ga dan niet voor mijn kop staan. Je kunt me toch niet damagen, jongen. Ja, maar dan kan ik niet damagen. Ik pak deze gas. We zetten deze rond de DPM en die is AFK ofzo. Killing shot, gas. Bam. No, kill stealer. Nee, niet cappen! Niet cappen! Nine! Nine! Oh, for fuck's sake! Nou ja, you guys will win this one. Ik ga me niet verdrinken. Kan jij help somehow? Nee, dat lukt je niet. Bam, jongen! Dikke win! Dikke vette win! Hey, ik leef nog, hè, jongen. Bekken zouden. Achter jullie aan blijven rijden. Ja, oh, zou je denken? Wie moet jij healen, jongen? Hem gehaald? Yes, we hebben gehaald, hoor. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig. In deze combinatie met Doris en ik in het midden, we waren die gast echt aan het midden. Ja, maar we gingen alleen naar het midden, omdat we wisten dat zij de andere kant op gingen, hè? Maar we weten nu tenminste hoe we die counterattack moeten maken als zij de andere kant op gaan. Hey, aanwijzen dan. Oh, SD, dat is een kut plan.
Moet je zo schreeuwen nu via de chat. Het is een kutklank. YOLO! Gewoon allemaal schelden in Nederlands. Dat is echt grappig. Het accent in Nederland. SD is Pools. Kutzooi. YOLO! Nou jongens, we gaan gewoon weer doorpushen, hè. Kijk hoeveel mammoes we hebben, jongen. Boterpakjes! Let's go! Boterpakjes, what the fuck, jongen? Gewoon omdat het kan. Omdat het random is. Heal en de mammoet, ik moet mij fucking. Ik ga volgende keer denk ik wel wat heal shells kopen. Zij komen via dezelfde kant. Doorrijden. Lino, wat doe je nou? Je past met z'n tweede tussen. Jongens, ik ben een beetje achter jullie. Maar moet spot het. Oh, ik zie ze. Ze komen ook op die andere kant. Doorpushen. Pak die mammoet. Ik ga de cap in. Lino, wat doe je? Doorpushen, nee, dat moet je doorpushen. Penetration. Thomas, kom mee. Je moet wachten. Oh shit, doorpushen. Laat die gasten met rust. Pak die mammoeten daar, inderdaad. Mijn fout. Pak deze mammoeten, hier. De kast is nog één aparte. Help mij. Enemy armor is damaged. Ik ben hier niet aan. Kutmuur, echt waar! Enemy armor is damaged. Enemy is binnen. Nee, was op andere kant. Ik ga dood. Enemy armor is damaged. Ik ga fucking dood, jongens. Tot ziens. We're done for. Everyone get out. Fuck. En dan komt er net één mammoetje achterlangs door. Jochem, wat de fuck ben jij aan het doen? Flanking power. Ja, lekker handig. Dat had echt totaal geen nut. Hoe de fuck mis ik alles op hem? Kas, kun je deze raken? We hadden met z'n allen op deze man moeten focussen. We kunnen dit best winnen. Ja, als je deze cluster killt, anders niet. Die cluster moet dood, anders red je het niet. Gaat zo naar binnen. Nog wel. Pak eens die low health mammoth. Die fuck beuk mij. Ze beuken allemaal. Lekker bezig jongens. What the fuck doet die fox jongen? What the fuck deed die fox? Oké, bijna 8000 damage. Nice. 7000 damage. Oh jongen, deze was echt mooi. Voor mij niet. Fucking pro's gewonnen. Ja. Ik werd echt genaaid. Hé, dit is echt goed van ons team. Zag je dat? Kom, we hebben gewoon een fucking pro's gewonnen. Pas, dit werkt vet goed. Oh, man. Weet je hoe erg tanky je dan bent, jongen? Alsnog, ik ben in de eerste minuut dat ik doodging, heb ik nog 3000 damage weten te doen. In de eerste minuut. Ja. Nee, jongen, ik ging echt niet de eerste minuut dood. Echt wel, jongen. Ik werd door die hele cluster werd ik neergeschoten. Het was echt zo dood, het was echt super snel dood. Ja, maar je cluster hield jij wel tegen. Hield me tegen wat? Jij hield hun tegen, zeg maar. Kas ook. Ja. Welke hebben we echt super snel. Oh, what the fuck? Lol. Hey, Kas, hebben we net geslagen. Lol. Zijn dat dezelfde? Nee, toch? Wel, SD. SD.
twee fucking koeien. Ik weet het toch. Je meat. Niet, ja. Anders zou je... Again. Anders zou je weer vlees en weer. En nu gaan ze ons echt al revenge. Niet, again. Die dudes gaan ons zo hard killen, maar we gaan gewoon ons best doen, joh. Time to roll out. Ja, maar toen hadden ze ook niet zo'n peloton bij zich. Gas, thanks. Ja, sorry, ik Gas oil op je tank is echt fucking OP. Zo. De tank gaat erin fucking vet snel. Die traverse is echt sick. Van de mammoet, je moet gas oil erop zetten. Ja, dat is echt vet chill. 5000. Daar zijn ze. Oh nee, wacht, dat zijn ze niet. Ja, dat was ik, Thomas. Ik schoot ze van hier al kapot. Ja, sorry. Ze gaan via de andere kant. Ik ga een cap gat maken. Lino! Ik zie daar hier heel veel muren weg. Dat is misschien een handige. Zullen we gewoon een cappen? Oh, ze komen. Ze komen met de cap veel. Nee, ik kom niet cap. Oh, gedaan, zak. Eén man moet ze hier. Oh, twee mannen hier. Ik ga fucking dood. Ik ben dood. Kan je niet al dood zijn? Nou, als je hebt een fucking ik ben ook dood. Jongen, dan zie je toch echt wel dat je dood bent als je in die situatie staat. Hetgeen is, ik kon me niet voorbereiden op zoveel mensen. Ik had beter moeten denken hoe ik dat beter had moeten doen. Niks, mogen. Ja, ik zie hem. Oh. Empty. Iemand van ons team is ook verdronken, hè, wat de fuck. Ik bounce. Ik schoot alles mis. Ja, man. En dan. Blijf staan, zoals je staat. Ja, die polar bear pakken. Oh, shit. Die polar bear zit er vast. Kunnen we nog winnen, jongens? Denk het niet, Jochem. We hebben veel te weinig health. Achter je, Kas, achter je. Hier, clip hem, goed zo. Lekker, Lino en Kas. Pak die mammoet daar. Oké, jongens. Ik heb geen winnen. Nog wel, ja, goed zo. Ga door. Ga erop af, inderdaad. Je moet die mammoet klippen. Die. Die met de hoog helpen. Ik ga wel als eerste op hem. Jullie hebben fucking voor goede mensen geklipt. Lekker jongens, goed gedaan. Ja, we hebben nog niet gewonnen, hè. Ik heb maar één clip geleegd, die hele game. Ik heb 2200. Ik was echt fucking dom bezig. Ik ben echt lekker bezig met deze tank. Er staat daar nog een mammoet. Ja, 2700. Gewoon schiet hem hier zo kapot. Oh wacht, third person artillery. Wat? Deze third person gaat bij zo'n soort van artillery. Komt nog een mammoet aan. Shit. Lekker Kas. Clean engage van Kas. Moet je daar ook komen naar een afstand. Ik ook aan jongen! Yeah! Jongens, jullie hebben gewoon een fucking off-power team verslagen! Ah, ze voelen zich echt een night. Dit werkt fucking goed al, man. Behalve mij, ik was echt fucking dom. Doe wij de deur. Ja, maar misschien was het wel over team, toch? Aan de ene kant was het misschien het goede om te doen, aan de ene kant niet. Hey, weer gehaald de missie. Als je de peloton missie haalt en de persoonlijke missie van dit, en dan ga je echt fucking snel echt credits verdienen. Ik heb hier repair op gezet, maar dat heb echt geen ene fuck van de zet, maar ik heb het gewoon omdat ik... Ik heb Brothers in Arms erop gezet. Wat moest je erop zetten? Oil? Ik heb gas oil erop gezet volgens mij. Even kijken wat het precies heet. Is dat octaan benzine? Octaan gasoline, ja. Zou
Zou ik dat er ook op zetten? Nee, maar dan gaat alleen de draaisnelheid van de koepel omhoog. Echt, oh. Nee, 5% meer motorvermogen. Ja, dus je traverse speed gaat meer. Dat is echt chill, dat merkte ik echt meteen. Ik ga er wel denk ik kijken hoe duur zo'n ding ervoor op is. Lino! Man. Wat deed hij? Lino heeft hier zijn gegeven. Ah, ik heb wel een grapje.